Patty. Geweldig nieuws voor Patty, fantastisch nieuws. Lulu, het overleden hondje, is aan het spoken geweest in de hondenhemel, schrijft onze Patty. Hè? Ja, aan het spoken geweest in de hondenwereld. Meet Bobby. Bobby. Die heeft ze op ons pad gestuurd. Dus het overleden hondje heeft Patty een nieuw hondje gebracht. En het hondje heet Bobby. Bibi is nu weer vrolijk. Uiteraard blijft Lulu voor altijd in ons hart. Nou, lieve jonge kijkers van Roddelpraat. Dit is dus precies de les die ome Jan jullie al graag wilde leren. Don't do drugs. Onze pet, denk ik een half eeltje aan een marcheerpoeder uit Colombia. Die denkt nu dat haar overleden hondje Lulu met haar communiceert om een nieuw ander hondje te bestellen. Hoe gek ben je dan? Knettergek. Dit is toch niet normaal? Nee, maar wacht even. Nee, maar stel nou, jij hebt een konijntje. Ja? Konijntje gaat dood. Of ja. Laten we zo zeggen, een cavia. Die wordt doodgekruppeld door iemand. Ja. Zou kunnen. En je ligt op een gegeven moment in je bed en je wordt wakker en je bestelt een nieuwe cavia. En je zegt dat jij dat niet hebt gedaan, maar je overleden konijntje. Ja. Nou, dan staat de GGZ hier wel voor de deur om jou mee te nemen naar een kamer helemaal volgespijkerd met kussens, hoor. Kun je vertellen. Want hoe gek ben je? En weet je wat er mooie is? Hmm. Patty Brad zegt dit. En mensen zeggen dus allemaal, BN'ers, van die slijmbaltypes. Oh, Pet, wat fijn voor jullie. Oh, wat leuk. Ik had er eentje gelezen die zei, gezinsuitbreiding. Als je even een kuthondje uit een asiel haalt. Nou, deze is echt op spirituele wijze verstuurd naar de inrit van ons Patty. Ja, door Lulu. Die er zelf een einde heeft aangemaakt. Omdat die helemaal gek werd van het wijf. Wat vind je van Bobby? Ja, kuthondje. Dan noemen ze dat ook een baby. En ik ben mama. Maar nee, dat ben je niet. Je bent godverdomme mama van die Spaanse voetballer, Patty. Dan blijft het wel bij. Maar hoe denk je waarom Patty dit er dan neerzet? Omdat ze knettergek is. Omdat die mensen echt zo op die manier communiceren. En er is niemand die ze tegen ze zegt van... joh, ik weet niet, maar dat is niet helemaal gezond hoe je erover praat. Weet je wat je beter kan doen? Je kan beter gewoon beschouwen dat hondje als een hondje. Ja. Maar wat doen ze? Het is hun kindje. Dan... nog meer Patty. Ha! Leuk! Moet ik weer... Ja. Patty! Patty! Patty Brad werd gevraagd voor een coronacampagne. Nee, leg jij deze maar uit. Ik zit hier godverdomme niet in de lagere school. Nee, ik vind dit wel een mooie. Dat de leraar op een gegeven moment zegt... Nee, Jan, lees jij maar eens een stukje. Nou, het is niet anders. Patty gevraagd voor coronacampagne en weer afgewezen. Patty Brad is gevraagd voor een overheidscampagne om het coronavaccin te promoten. Maar ze bleek bij nader inzien toch te jong te zijn. Ze is 65 jaar, terwijl de eerste vaccinatiegroep een stuk ouder is. Ja, soms. Dit vind ik nou mooi. Ja, vertel. Ons veenlijkje wordt opgebeld. Pri. Hallo met de overheid. Voor hele oude mensen met een oude grafkop. Gaan wij prikjes uitdelen tegen corona. En aan wie dachten we? Aan jou. Dus voor 70-plussers en we willen dan met jou een filmpje opnemen. En zegt Patty, ja maar ik ben pas 65. Oh, nou dat zou je ook niet zeggen. Tuut. Dit is toch prachtig? Hey. Het hele verhaal wordt rot. Ja, dit is het veenlijking. Ongelooflijk, hè? Het is wel beledigend voor ons Pet dit. Ja, maar laten we eerlijk zijn. We kunnen zien aan het hoofdje van Pet dat ze geleefd heeft, om het zomaar te zeggen. En we weten precies wat we daarmee bedoelen. Jij spreekt nu ook in de verleden tijd. Heeft. Dus jij erkent nu dat ze niet meer snuift. Nou, we hebben het over de periode die ze geleefd heeft. En dat is in de verleden tijd heeft dat plaatsgevonden, snap je? Ja, maar in de huidige tijd? Jij denkt nog steeds dat ze niet gebruikt? Klopt. 1000% van wel. Patty, als jij dit kijkt, en we hebben gehoord dat je dit kijkt... omdat je namelijk nog steeds elke week ome John de Mol, zijn ex-werkgever, opbelt dat dit moet stoppen... Trek eens een haar uit je hoofd en stuur je op naar ome Jan. En gooi hem even in het lappie. Hè? Kunnen we eens even kijken of jij ook clean bent al een tijdje. Want ik geloof dat niet. Nee, joh. Luister, als jij communiceert met je dode hondje, dan gebruik je wel iets, hoor. Kan ik je vertellen. Maar laten we eerlijk zijn, even voor Patty opnemen. Iemand van de overheid kan ook heel even Patty Brad googelen en kijken wanneer ze geboren is, toch? Hallo, ik ben meneer Van Dennen. Wat wil leren.